Hey iedereen, ongelooflijk, maar we zijn al aan de laatste week van onze Start a Keto Challenge gekomen. Deze maand is precies echt voorbij gevlogen. Vandaag staat er nog een zoet tussendoortje op het programma. We gaan een suikervrije versie maken van een van mijn favoriete snoeprepen uit mijn kindertijd. Bounty. Het is een ideaal tussendoortje om af te kicken van suiker, omdat het heel rijk is aan gezonde vetten en ook volledig suikervrij. Dus je bloedsuikerspiegel zal mooi stabiel blijven en je honger zal ook veel langer gestild zijn, waardoor je een uur later niet alweer zin hebt in iets zoets. Gaan we er gewoon aan beginnen? Dit zijn de ingrediënten die we vandaag gaan gebruiken. 2 koppen kokosrasp, dat is gewoon gemalen gedroogde kokosnoot, zonder suiker natuurlijk. 6 eetlepels extra vierge kokosolie, deze heb ik hier nu al gesmolten. 2 à 3 eetlepels erythritol, dat is net als xylitol, een suikeralcohol die eruit ziet als witte suiker en het heeft ook een vergelijkbare smaak. Het komt van nature voor in fruit en groenten zoals champignons, peer en mais. Erythritol heeft geen enkele invloed op je bloedsuikerspiegel, dus het is ideaal als je suikervrij wil werken. Maar het heeft natuurlijk wel nog steeds een redelijk zoete smaak. Dus ik gebruik het altijd met mate voor zoete tussendoortjes voor gebak, zodat je smaakpapillen ook kunnen wennen aan een minder zoete smaak. En als het niet per se suikervrij hoeft te zijn, dan kan je natuurlijk ook een andere zoetstof gebruiken, zoals rauwe honing, ahornsiroop. Weet alleen wel dat je bloedsuikerspiegel dan wel de hoogte in zal gaan. En dat willen we eigenlijk net vermijden. En dan voeg ik ook enkele snufjes zeezout toe. Heel belangrijk voor de smakenbalans, dus laat die zeker niet weg. En dan als afwerking pure chocolade van minstens 85% cacao. Qua materiaal gaan we werken met een keukenmachine. En het is heel eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is alle ingrediënten, behalve de chocolade natuurlijk, toe te voegen aan de keukenrobot en alles te laten draaien tot een lichtjes plakkerig deeg. Dat ziet er goed uit. En dan neem je een bakschaal met wat bakpapier. En is het gewoon een kwestie van het deeg toe te voegen aan de bakschaal. En dan er heel even over met een spatel of met een lepel. En voilà. Deze gaat nu een tiental minuutjes in de diepvries tot het mooi hard is. Ondertussen kunnen we ook de chocolade smelten. We doen dan meestal au bain-marie in zo'n kom bovenop een pot met warm water. Want dan kan de chocolade ook niet aanbranden. Onze chocolade is gesmolten en normaal gezien zal ons bounty deeg nu ook wel hard genoeg zijn. Dat ziet er perfect uit. Mooi hard. Een kwestie van deze in stukjes te snijden. Je kan proberen om er perfecte bountyrepen van te maken, maar ik ga het een beetje artistiek aanpakken. Ik ga er mini bounties van maken vandaag. En nu de chocoladesaus. Je kan ze natuurlijk ook gewoon onderdompelen of dubbel onderdompelen. Nu ga ik deze nog een paar minuutjes laten stollen. Meestal gaat dat wel redelijk snel, aangezien dat de bounty natuurlijk vers uit de diepvries komt. En dan is het klaar. Deze kan je minstens 2 weken in de koelkast bewaren of enkele maanden in de diepvries. Ik heb meestal wel een voorraad in de diepvries liggen. Ik ben heel benieuwd naar jouw favoriete snoepreep en of je deze mini bounties ook eens zal proberen. Dus laat hieronder zeker een berichtje na, geef de video een duimpje omhoog en vergeet je niet in te schrijven op ons YouTube kanaal voor meer video's. In mijn boek Het Ketoplan vind je nog een heleboel extra inspiratie voor suikervrije tussendoortjes. Dus neem zeker een kijkje als je op zoek bent naar meer desserts. Ik heb hieronder de link toegevoegd. Dit was meteen ook de laatste video in onze Start the Keto Challenge. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat je benieuwd bent om de keto-keuken zelf ook eens te proberen. Vergeet je zeker niet in te schrijven op de nieuwsbrief van julieslifestyle.com voor meer recepten deze zomer. Ik zou zeggen, geniet van de zomervakantie en misschien zien we elkaar wel dit najaar tijdens een van onze workshops. Bye!